Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik heb afgelopen week weer wat producten besteld van Boost Shop. En ik heb mezelf flink verwend. Ik heb heel wat make-up gekocht en andere beauty gerelateerde producten. En niet alleen bij Boost Shop, maar ook bij andere winkels ben ik langs geweest. En ik heb de producten verzameld en ik wil dus jullie vandaag gaan laten zien. Dus laten we maar snel gaan beginnen. Alles zit in dit doosje. En daar heb ik alles ingegooid. En als eerste wat ik jullie wilde laten zien waren deze mini-eitjes. En in Den Haag heb je dus een winkeltje, de Indian Afro Market. En daar heb je dus, verkopen ze producten zoals Sleek, W7 en ook LA Girl. Dus ook een beetje wat buitenlandse merken. En daar zag ik deze eitjes liggen. En ik heb dus echt de Beauty Blender. En ik weet dat de Beauty Blender ook van die mini-eitjes heeft. Maar die had ik nog niet. Dus ik zag deze liggen en ik dacht dat wil ik wel eens gaan uitproberen. En zoals je ziet heb ik er al eentje gebruikt. Vandaag heb ik hem dus gebruikt voor mijn concealer. En wat ik heb gedaan, ik heb hem nat gemaakt met de Fix Plus Spray van MAC. En mijn concealer dus hier onder mijn ogen mee aangebracht. En je ziet dat ik dus veel preciezer mee kan werken. En dat had ik bij mijn Beauty Blender heb ik dat niet. Want die pakt veel grovere stukken. Dus ik dacht dan is dat eitje is al gewoon veel makkelijker om bij de kleine plekjes te komen. En soms is het wel lastig werken omdat hij zo klein is. Maar je kan er ook wel weer, ja, preciezer mee werken, zeg maar. Wat mijn bedoeling ermee was. Als tweede wat ik heb binnengekregen, dat was van Boost Shop, was deze blush brush van Real Techniques. En hier ben ik ook wel heel erg blij mee. Ik had al heel veel positieve reviews daarover gelezen. Een vriendin van mij heeft hem ook. En hij voelde echt super zacht aan. Ik dacht, die moet ik gewoon hebben. En je kan hem op meerdere manieren gebruiken. Je kan hem bijvoorbeeld gebruiken om je hele gezicht ermee af te poederen. Bijvoorbeeld met translucent powder. Je kan ook voor kiezen om bijvoorbeeld te gebruiken voor te baken. Omdat hij heel makkelijk onder je ogen komt. En het voordeel van deze kwast ook is dat hij rond is afgesneden. Waardoor er korte haartjes en lange haartjes zitten. Dus je kan, zeg maar als je hem zo tegen je gezicht houdt, komt de poeder gewoon op meerdere plekken. In plaats van alleen de bovenkant of zo. Je kan hem ook gebruiken voor je blush. En daar is hij ook heel makkelijk voor. Want omdat hij rond is afgesneden, heeft hij ook een beetje een puntje. En dan kan je hem dus op je wang zetten. En heel zachtjes mee draaien. En dan heb je een heel klein oppervlak. Maar als je hem dus weer zo schuin houdt, dan heb je weer een groter oppervlak. Dus echt een hele handige kwast. Sowieso de kwast van Real Techniques vind ik gewoon kwalitatief heel erg goed. En ik ben altijd heel erg blij mee. Dus een goede aanwinst in mijn collectie. Het volgende wat ik besteld had was deze kleine setting brush. En ik had eigenlijk verwacht dat hij wat groter zou zijn. Maar in het echt is hij best wel klein. Ik wilde hem bijvoorbeeld gaan gebruiken om te kunnen contouren. Zeg maar dat hij wat kleiner is dan met mijn meeste contourkwasten. Ook om te baken wilde ik hem eigenlijk gaan gebruiken. Maar dus eigenlijk is hij wat kleiner. Dus ik denk niet dat ik hem voor dat soort dingen kan gaan gebruiken. Want dan is hij echt te klein. Bijvoorbeeld om te kunnen contouren of om te kunnen baken. Maar waar ik wel weer makkelijk voor kan gebruiken is om bijvoorbeeld mijn neus te contouren. Of om te gaan highlighten. En vervolgens had ik nog een paletje van Freedom besteld. En dat is dit paletje. En wat ik heel erg mooi aan het paletje vond is dat hij echt maar verschillende kleuren bevatte. Hij bevat een beetje een oranje kleur. Wat ik bijvoorbeeld voor de zomer heel vaak gebruik. Maar hij bevat ook wat meer rozere kleuren en donkerroze kleur. En zowel matte als een beetje shimmer blushes. Ze zijn ook niet heel sterk gepigmenteerd. Maar dat wil je ook juist niet eigenlijk met een blush. Want dan wordt hij vaak te scherp, zeg maar. En te heftig. En ik vind het juist wel fijner als hij gewoon wat meer soft is, zeg maar. Het enige nadeel aan dit paletje is dat de oppervlaktes wat kleiner zijn. Dus zoals je ziet, als ik bijvoorbeeld mijn blush brush pak en gebruik, dan moet ik echt heel voorzichtig zijn. Wil ik niet de andere kleuren ook mee gaan pakken. Het volgende wat ik heb besteld is een highlighter. En deze is van Makeup Revolution. En ik weet eigenlijk niet waarom ik dit besteld heb. Ik wilde het gewoon proberen. Het zag er wel mooi uit qua kleur, zeg maar. Ik wilde niet een hele zilveren kleur, ook niet een hele gouden kleur. En deze was wat meer nude. Ik heb hem ook op. Dus als je mij ziet shinen, dan is het deze highlighter. Het is in principe, ben ik niet heel erg blij met deze highlighter. Ik zal hem niet heel vaak gebruiken. Qua kleur vind ik hem wel heel erg mooi. Want hij is een beetje een champagne-achtige kleur heeft hij. Maar er zit niet heel veel shimmer in. Ik vind het juist wel fijn met highlighters als ze iets meer gepigmenteerd zijn. Dat je zelf zeg maar de sterkte kan bepalen van je highlight. En ik ben juist van Makeup Revolution gewend dat die highlighters wel wat sterker zijn. En deze is wat softer. Het is een heel groot doosje. Wat ik eigenlijk ook onnodig vind. Want ik zal hem nooit helemaal opmaken. Maar de kleur daar ben ik overigens wel gewoon tevreden over. Ik weet niet ook of je het ziet. Mijn highlighter nu. Vervolgens heb ik een nieuwe soort setting powder gekocht. En dat is die van LA Girl. De Pro Powder. En dit is een translucent powder. Die had ik al van Kiko. Maar ik wilde ook een ander soort proberen. Want ik vond die van Kiko heel erg zeg maar verstuiven. Echt te fijn. Ik heb hem ook net een beetje op mijn hand gegooid.
Maar ik vind eigenlijk deze ook niet zo heel geweldig. Deze is eigenlijk een beetje hetzelfde als die van Kiko. Verstuift ook heel erg. En ik had gehoopt dat hij wat meer... wat zwaarder zou zijn. Want die W7 banana powder bijvoorbeeld is best wel zwaar. En daar kan ik veel makkelijk mee baken. Vind ik makkelijker. En deze zijn te licht voor mij. Maar goed, voor mijn gezicht af te poederen vind ik hem dan wel weer gewoon heel erg goed. Dan een product waar ik wel echt heel erg tevreden over ben. Wat me echt heeft doen verbazen. En had ik eigenlijk niet verwacht. Want tot nu toe was ik niet heel erg overdonderd van het merk Freedom, zeg maar. En deze namaak dip brows, of zeg maar de dupe variant van de dip brow van Anastasia Beverly Hills, zijn echt heel erg goed. Ik heb de echte ook en ik merk eigenlijk geen verschil. En ik vind de kleur vind ik heel erg mooi. Ik heb de kleur Emily heb ik besteld en de kleur Taupe. En beide zijn gewoon heel erg fijn en breng ik met mijn kwastje op van Anastasia. En ik merk eigenlijk geen verschil tussen... tussen de echte en deze, zeg maar. Ik heb hem al een paar keer gebruikt. Ik heb hem nu zelf ook op. En ik zal hem ook even op mijn hand gaan swatchen hoe de kleuren eruit zien. Nou, dit zijn zeg maar de potjes. En het heeft ook echt precies dezelfde uiterlijk als die van Anastasia. Alleen zijn ze dan van Freedom. Ik weet niet hoe ze op lange termijn zijn. Of ze snel gaan uitdrogen. Ik weet wel dat die van Anastasia snel uitdrogen. En als deze niet gaan uitdrogen, dan raad ik eigenlijk 10 keer sneller deze aan. Maar dat is nog maar, dat valt nog een beetje te bezien. Nou, hier zo zie je de kleur Ebony aan de rechterkant. En de linkerkant is de kleur Taupe. Nou, wat ik doe, aan het begin gebruik ik de kleur Taupe. Zeg maar aan het begin van mijn wenkbrauw. Aan het eind gebruik ik de kleur Ebony. En wat ook heel erg fijn is aan dit product, je kan er heel precies mee werken. En je kan van die hairstroke zeg maar maken. Dus zelf van die haartjes tekenen met een goed kwastje. En je kan ook het product opbouwen. Dus zet je hem lichtjes aan, dan is hij ook wat lichter. Zet je hem wat harder aan, dan wordt de wenkbrauw ook wat donkerder. Dus ik ben eigenlijk heel erg tevreden over deze potjes. En ik ben er heel erg blij mee. Want ik ga deze ook zeker nog vaker gebruiken. Oké, dan gaan we nu door naar een LA Splash lipstick. Kon het niet laten. Ik hou van LA Splash. Het enige nadeel is dat ze uitdrogen. Maar verder, ze zijn heel erg long-lasting. Ja, de kleuren zijn ook geweldig. Ze zijn heel makkelijk aan te brengen. En ik kon het dit keer ook niet laten om eentje te bestellen. Ze zijn wel wat prijziger. Ze zijn geloof ik iets van 16 of 17 euro. En deze heb ik besteld in de kleur... Ja, de kleur Raven. En ik vind hem echt heel erg mooi. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik heb hem nu ook op. En hij is een beetje donkerrood-bruin. En ja, wat ik met lipsticks vind is dat ze heel moeilijk zijn aan te brengen. En omdat dit zo'n kwastje heeft en liquid is, kan je zelf heel makkelijk die lijntjes trekken. Dus, en ze zijn gewoon heel erg mat en mooi. Dus ik ben er heel erg blij mee. Ik heb nog een liquid lipstick gekocht. En dat is... die van LA Girl in mat. En de kleur heet Black Currant. En ik zal hem ook wel eventjes op mijn hand gaan swatchen. Hij is echt een donker paarse, donker diepe paarse kleur heeft hij. Wat je bij deze lipstick wel moet doen, in vergelijking tot LA Splash. Die van LA Splash hoef je maar één laagje aan te brengen en dan is hij gewoon goed. Deze moet je wel wat meer opbouwen, wil je dat hij wat beter dekt, zeg maar. Maar verder is deze lipstick ook gewoon heel erg long lasting en... ja, ben ik er gewoon blij mee. Ik vind het ook een hele mooie kleur. En dan zijn we voorlopig gewoon niet klaar. Want ik heb ook van LA Girl heb ik de Pro Prep gekocht. Ja, dit is een primer. En deze is wat anders qua structuur dan ik gewend ben. Maar hij is dus doorzichtig, een beetje gelei-achtig tot gel-achtig. En als je hem dan uitsmeert, dan voel je dat hij heel droog wordt. En dan merk je ook dat het een beetje... dat je poriën erdoor worden opgevuld. Dus dat is heel erg fijn aan deze primer. Dus je merkt ook dat die echt wat matter gaat worden, zeg maar. En ik merk ook dat deze gewoon heel erg goed met mijn foundation werkt. En dat mijn foundation ook gewoon langer blijft zitten. Dus ik ben heel erg blij met deze primer. Vervolgens wat ik nog van W7 had besteld, is een oogprimer. En deze is wit. Heeft een witte basis. En wat ik dan makkelijk vind, als ik dus mijn ogen daarmee ga primen, zeg maar voor ik oogschade opbreng, is dat je... je oogschaduw wat feller eruit komt. Dus lichtere kleuren worden gewoon wat lichter. En donkere kleuren worden ook wat intenser. Je ziet ook dat hij echt een witte basis heeft. Dus dat vond ik wel gewoon heel erg makkelijk. En als aanvulling. Oké, dan gaan we verder met Kiko. En bij Kiko heb ik ook wat gehaald. En dat was deze concealer. Dat is een potje. Dus een vaste concealer. En deze wilde ik gaan gebruiken om... zeg maar mijn wenkbrauwen, als ik dan iets mee uitschoot, om ze zeg maar wat op te schonen. Met een kwastje en dan
heel mooi mijn wenkbrauw strak maken. Dus ik heb deze ook gewoon in mijn huiskleur gekocht. Iets lichter, dus dat hij wel een beetje mijn wenkbrauw highlight. En daar voelde ik hem heel erg makkelijk voor. Deze heeft ook een full coverage en deze is in de kleur 2. Dan gaan we verder met twee concealers die ik heb besteld. Ik ben heel erg fan van de concealers van LA Girl in Pro Conceal. Dat zijn deze twee. Ook omdat je ze niet op foto's ziet met flitser. En dat vond ik heel erg fijn, want ik heb heel veel concealers en ik gebruik de flitser. En dan zie je gewoon dat je echt een laag onder je ogen hebt. En dat heeft dat hebben deze concealers gewoon. Maar ik heb hem dus in de kleur Creamy Beige. En ik merkte dat hij voor mij eigenlijk nu met mijn huidskleur net even iets te donker is. En ik wilde juist eentje die wat meer, zeg maar, echt ook kon highlighten. Dus ik heb er twee besteld. In porselein en in classic ivory. Nou, hierboven zie je de porselein en daaronder zie je de classic ivory. En ik vind met die porselein vond ik heel fijn dat hij een gelige ondertoon heeft. En die classic ivory heeft dat niet. En mijn huid heeft een wat geligere ondertoon, dus dat heb ik wel gewoon nodig. Dus die porselein zou ik vaker gaan gebruiken als die classic ivory. Maar die classic ivory kan ik dan wat meer vaker gaan gebruiken op klanten. Wat ik verder nog bij de Kiko heb gehaald is een product wat voor mij op was. En dat is de Automatic Precision Eyeliner. Dus eigenlijk gewoon een koolpotlood. Een zwarte koolpotlood. Die was voor mij op. En ik had echt nieuwe nodig. En ik was heel erg tevreden over die andere. Dus ik dacht, laat ik gewoon deze maar weer gewoon kopen. Dus die heb ik dan weer. Wat ik verder nog had gekocht in de Indian Afro Market was deze lippenstick. En deze heeft echt een hele mooie nude kleur. En is ook mat. Hij was ook heel goedkoop. Ik ken het merk niet. Het heet RK by Kiss in de kleur Brown Sugar. Maar het is een hele mooie bruine nude kleur die heel mat blijft. En ik vond hem heel fijn opbrengen. Hij is heel smeerbaar. En droogt ook niet heel erg uit, zeg maar. Dus dat vond ik wel heel erg fijn. Nou, hier zo zie je dus de kleur. En op mijn lippen is die echt een hele mooie bruine nude kleur. Met een wat grauwerige ondertoon, zeg maar. Dus ik was daar heel erg blij mee. Ook heb ik nog een paar nepwimpers besteld. En deze zijn van LA Splash. In de vorm Clubbing. En deze zijn heel erg dramatic, zeg maar, heel erg groot. En ja, ik wil ze dus ook echt gebruiken voor een feestje of als ik een keer uitga. En dan zijn we bij het laatste product aangekomen. En dit was een cadeautje van Boosie Shop die je altijd krijgt als je over een bepaald bedrag zit. En dat was deze Large Shader. En die is denk ik voor je arcadeboog of zo, ik weet het niet. Ik denk dat je hem ook voor meerdere dingen kan gebruiken. Misschien ook voor je concealer. Ik ga hem denk ik misschien ook gebruiken om te kunnen contouren met een cream contour. Nou, ik weet eigenlijk nog niet. Ik heb hem nog niet gebruikt, maar wel leuk dat je dat er weer bij krijgt. We zitten alweer in mijn video en alles wat ik heb gekocht. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Mochten jullie de video leuk vinden, vergeet dan niet op de duimpjes omhoog te drukken. Of te laten weten in de reacties wat je van deze video vond. Heb je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, dan kan het hieronder. En dan zie ik je snel weer in mijn volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!